We komen allemaal wel eens een keer in een situatie dat je je telefoon echt nodig hebt, maar dat je nog maar een paar % batterij hebt. Dat is natuurlijk super vervelend. Zeker als je geen powerbank bij je hebt of een oplader of niet in de gelegenheid bent om je telefoon op te laden. Ik heb hier 3 tips voor jou waardoor je telefoonbatterij kan besparen zodat hij een stuk langer meegaat. Kijk even mee. Oké, de eerste tip die ik je geef, die is heel erg makkelijk en eenvoudig. Maar gebruik deze alleen maar als je geen belangrijke telefoontjes of berichten ontvangt. Want op het moment dat je deze modus aanzet, de vliegtuigmodus, dan krijg je even geen berichten meer binnen totdat je weer uit hebt gezet. Hoe doe je dat op de Android? Heel erg eenvoudig. Je swipet naar beneden, vanaf boven. En heb je hier vliegtuigmodus staan. Tik je die aan. En dan verbreekt hij alle verbindingen die je op dat moment hebt. Maar daarmee bespaar je wel een hoop batterij. Op de Apple is het eigenlijk precies andersom, want je swipet vanaf beneden naar boven toe. En dan zie je het vliegtuigje en druk je hem aan. En dan ook hier zullen alle verbindingen verbroken worden, maar het scheelt je wel een hele hoop batterij. Gaat die een stuk langer mee van. Oké, de tweede tip is ook vrij eenvoudig. Het zit namelijk zo, veel mensen die gebruiken natuurlijk apps. En die apps die vreten je batterij helemaal leeg. Dat gaat echt als een trein. Wat je dan kan doen is even al die apps afsluiten. En je zal zien dat alle achtergrondwerkzaamheden dan worden afgesloten. En dat scheelt een hoop batterij. Op de Android druk je op het vierkantje hieronder. En dan mag je gewoon naar rechts alles toeswipen. En daarmee sluit je alles af. Op de iPhone zit het net wat anders. Dan moet je even 2 keer op de thuisknop drukken. En dan heb je alle apps hier staan. En dan swipe je omhoog. Wat je bij de iPhone ook kan doen. En dat kan bij de Android niet voor zover ik weet. Is met 2 vingers tegelijk. Of zelfs met 3 vingers tegelijk als je even oefent. En dan heb ik nog de 3e tip. En deze scheelt nog wel het meeste denk ik. En dat is even je locatievoorzieningen uitzetten. Wat zijn je locatievoorzieningen? Nou ja, iedere app of veel apps die houden bij waar jij op dat moment bent. Navigatie apps. Zoals kaarten van Apple, zelfs Facebook, zodat je het snel kan inchecken. Maar deze functie, dat vreet echt je batterij leeg. Nu is het bij Android heel erg simpel. Je swipet namelijk weer naar beneden en krijg je dat menuetje. En dan zie je hier locatie staan. Die zet je uit. En dan ben je klaar. Bij Apple moet je nog ietsjes verder gaan zoeken. Maar dat is eigenlijk ook wel vrij eenvoudig. Kijk even mee. Je gaat eerst naar je instellingen toe. Ga een klein stukje naar beneden. En dan heb je hier het kopje privacy staan. Als je daarop drukt, dan kom je bij locatievoorziening hier bovenaan. Die staat nu aan. En die ga je uitzetten. En dan geeft hij nog een melding. Weet je zeker dat je het wil uitzetten? Ze hebben het natuurlijk liever niet. Ze willen altijd weten waar je bent. Maar we willen in dit geval wel de batterij gaan besparen. Dus zet hem gewoon uit. Met deze 3 tips zal je zien dat je batterij een stuk langer meegaat. Ja, geniet van je extra batterij. Vond je deze video nou handig? Abonneer je eventjes. Geef een duimpje omhoog, laat een reactie achter. Heb je zelf nog vragen? Laat het ook weten. En zien jullie de volgende keer. Dat is handig.